1 euro politieauto versus 1 miljoen euro politieauto hier in GTA 5. Dit is de 1 euro politieauto. Het is een hele kleine auto. En wel met lampen aan de bovenkant. We gaan nu zo snel mogelijk proberen te ontsnappen van de 5 sterren politie. Het leger zit ook nog achter me aan. En elke keer als ik weet te ontsnappen van de politie. Oh, oké. Als ik weet te ontsnappen van de politie, dan krijg ik een andere auto. En uiteindelijk wordt de auto ook nog duurder. Andere politieauto. Dit gaat lastig worden. En vooral op het begin. Want ik heb nu nog maar een hele skere kleine politieauto. Ik pas er ook nog maar net in. Wat? En oh, het sturen gaat ook niet helemaal lekker. Maar als ik ontsnap van de 5 sterren politie, dan krijg ik een nieuwe auto. En ze zoeken me nu al. Dus dat is op zich wel goed. Dat is niet slecht. Alleen ja, het wordt wel steeds lastiger. Wat als ik me nou gewoon hier even stop? In dit... Hierachter of zo. Kijk, hier. Als ik me hierachter dan verstop. Dat zou wel leuk zijn. En trouwens, wacht eens eventjes. Ik zie wat op het kentekenplaat van deze auto. Namelijk abonneer. Ben je al geabonneerd? Zo niet, doe dat zeker wel even. Abonneer is dan ook helemaal gratis. En vergeet zeker niet even de special blauw duimpje omhoog. Doe het. Let's go. 3, 2, 1. Bam, blauw duimpje omhoog. Is het jou gelukt? Nice. Oh, nee, ik ben nog niet ontsnapt van de politie. Ze hebben hem alweer gevonden. Nee. Oké, deurtje dicht. Let's go. Het begin is natuurlijk het lastigste. Aan de kant. Aan de kant. Oh, het leger is er ook bij gekomen. Oh. Oké, gewoon wegwezen hier. Als het leger erbij is gekomen, dan weet je dat fout... Oké, dit loopt dood. Dit loopt heel erg dood. Ik heb allemaal een kogel gehad al in mijn politieauto. Dit is niet goed. Ze zijn me trouwens al wel weer kwijt. Dus dat is op zich best prima. Alleen het is altijd zo lastig. Met 5 sterren politie duurt het altijd eeuwen. Voordat ze zijn kwijtgeraakt. En met deze kleine klote auto met 3 wielen heeft hij ook gewoon. Hij heeft maar 3 wielen. Gaat het ook gewoon lastig. Dit ding stuurt ook zo briek. Echt waar. Dit ding stuurt zo ontiegelijk raar. Hier naar links, hier naar rechts. Kom op. Een beetje zigzaggen. Hopelijk. Dat ze mij kwijtraken. Ja, ze zijn me kwijt. Op naar de volgende politieauto. Oké, ik heb de politie weer achter me aan. En ik heb weer een nieuwe politieauto. Namelijk een speelgoedautootje. Hij heeft wel lampen aan de voorkant. Oh, hij heeft inderdaad lampen aan de voorkant. Alleen, dit ding is echt niet te sturen. Is dit ding überhaupt duurder dan die andere? Geen idee. Dit ding is echt, valt niet mee te sturen. Maar ja, we moeten kijken of we hiermee kunnen gaan ontsnappen. Wow. Oké. Hij wil trouwens nog best hard. Alleen het sturen van het ding is nog niet optimaal. Maar ja, het lukt wel. Gaan we. Woehoehoe. En we haalden de jump niet eens. Die politiehelikopters, dat gaat heel lastig worden. Hoe kunnen we ontsnappen van die politiehelikopters? Dat is een hele goede vraag. Ga weg! Ga weg, politieauto! Ga weg! Ga weg! Boom! Woehoe! Dit ding wil trouwens nog best snel. Alleen... Oh, kijk. Hier staan allemaal van die skere auto's. Hoppa! Geëxplodeerd. Kijk, hier kunnen we nu hier langs. Oké. Dit gaat heel lastig. Ja, lukt. Hoe raken we die politiehelikopters kwijt? Dat is nou even de vraag. Maar, het gaat nog best oké, volgens mij. Oh, moet hier naar links. Hier naar rechts. Oké, dit is spannend. Want al die politieagenten links onder in de map. Er zijn best veel politieagenten hier op de been. Oké. We moeten ontsnappen, want dan krijgen we weer een duurdere politieauto. Ik ben heel erg benieuwd hoe de duurste politieauto eruit komt te zien. Oké, hier naartoe. Kom op. Oh, er komt nog een politiehelikopter dicht in de buurt. Oh, en een politieauto. Dit gaat fout. Gaat heel fout. Nee, ze hebben me gevonden. Nee. Oké, dit moeten we beter aanpakken. Maar dit is ook van de lastigste auto's. Want zometeen wordt het makkelijker om te ontsnappen. Want dan hebben we gewoon snellere auto's. Wegwezen, politiehelikopter, wegwezen. Er is een waarschuwing. Weet je wat? Hier, kijk. Ik ga gewoon hier even stoppen. En ondertussen stop ik mijnen hier. Want dan komen ze hier ook niet bij. Let's go. Wie niet sterk is, moet slim zijn. We plukken hier gewoon nog een mijntje neer. En niemand die ons gaat lastigvallen. Nou, dan wachten we hier even en dan zijn we klaar. Oké, dit begint er meer op te lijken. Een politieauto uit Amerika. Dit is een typische politieauto uit Amerika. Van de FBI. En dit ding zit normaal gesproken ook niet in GTA 5, maar nu wel. Let's go. Laten we dit ding uittesten en laten we proberen te ontsnappen van de 4 sterren politie. Dat moet zeker vast goed kaart komen met deze auto. Hij heeft ook 12 knalpijpjes aan de achterkant. Dit ding is veel beter trouwens. Boyo. We hebben wel gelijk een zieke upgrade gemaakt. Maar dat is alleen maar mooi, want dan komen we steeds dichter in de buurt van de 1 miljoen euro politieauto. Ik ben heel benieuwd wat dat moet gaan worden en is. Want dat gaat heel tof worden. Ja, dit ding gaat echt enorm snel. Maar dan moeten we ook nog ontsnappen. Oh, oké. Dat gaat niet lukken zo. Nou, go. We moeten gaan ontsnappen. Dat moeten we tactisch gaan doen. Dus ik stel voor, we gaan hier naar links. We moeten de politie proberen te ontwijken. We gaan langs het tankstation. Hier naartoe. We gaan op de snelweg. Want dan zijn we heel snel weg, snap je? Omdat de snelweg is. Snelweg, ja. Oké, go. Oh, we moeten snel hier weer wegwezen. Want de politie helikopter komt. Oké, ze hebben me wel weer gevonden, denk ik. Ja. Oké. Oh, we crashen. Oh, gelukkig hebben we hem nog soort van kunnen... redden. Dit is moeilijker dan ik dacht. Misschien is het nog wel makkelijker ook met die kleine auto's. Want dit ding valt natuurlijk enorm op. En je bent heel snel. Dus je kan niet... Je moet ook iets trager rijden om... kunnen ontsnappen.
Dat klinkt heel gek, maar ja, anders dan rij je wel weer in de volgende politieauto. En dan hebben ze jullie gevonden. Kijk, wat als we die sirenes nou uitdoen en gewoon hieronder gaan rijden? Raken die helikopters ons wel kwijt? Ja, die helikopters zijn ons nu kwijt. Hoe kunnen we het even het best tactisch doen? De helikopters zijn ons nu kwijt. En dan ontsnappen we nu via deze weg. Go, 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 go. Hier wegwezen. Je moet echt goed kijken naar links onderin de map. Daar kan je heel goed kijken hoe je het best kan ontsnappen. Lekker knooppijpen staan. Boom. Raken ze ons kwijt, alsjeblieft. Raken ons kwijt. Nee, ze hebben ons weer gevonden. Oh, waarom is dit zo lastig? Dit is toch best lastig ook nog. Terwijl dat je nog een best snelle auto hebt. Hoe kunnen we het beste ontsnappen? Ja, we kunnen dat gewoon via dit steegje doen, denk ik, het beste. Als die helikopters ons maar niet kunnen laten volgen, dan wordt het makkelijker. Die auto's, die kan ik wel wegrijden. Misschien moet ik uit de stad gaan. Dan is er misschien minder politie. Misschien is dat slim. Ik moet uit de stad gaan. Oké, dat gaan we doen. We gaan gewoon uit de stad. Let's go. Vangen! Oh. Ja. Jongens, dit gaat nog niet zo helemaal hoe ik het wil hebben. Oké, aan de kant. Oké, er staat ook een blokkade daar. Het is niet helemaal hoe ik het wil hebben eigenlijk. De snelweg moeten we ook... We moeten niet meer langs de snelweg, want dat gaat ook fout. Want ja, er rijdt ook heel veel politie op de snelweg natuurlijk. We moeten gewoon wel in de bergjes. Gewoon hier. Dan raken ze ons wel sneller kwijt, denk ik. Ja, de politiehelikopter is ons kwijt. Alleen dan moeten we ze wel voor zijn. Kom op, go. Oh, hier links is een helikopter. Kom op. Oh! Net op de grens. Oké, nice. En we zijn ze weer kwijt. Nice. Dat betekent dat we weer kunnen upgraden. Vergeet trouwens zeker even te knallen op een blauw duimpje hoog. En vergeet zeker even te abonneren. Abonneren is namelijk helemaal gratis. Dus waar wacht je op? Oké, we hebben nu een Corvette. Een Amerikaanse country sheriff politieauto. Dit ding is dus nog duurder. En hij rijdt ook lekkerder trouwens. Dus een sportief pookje. Koeien aan de kant. En de politie is ons nu al aan het zoeken. Oh. Oké. Ja. En ze hebben ons gevonden weer. Dat betekent dat we hier zo snel mogelijk weg moeten wezen. En dat gaat goed komen. Let's go. Hier tussendoor. Woehoe. Dit ding stuurt echt wel lekker trouwens. Alhoewel. Ja, dit ligt gewoon aan mij. Fietser aan de kant. Boom. Aan de kant. Goed zo. Soef. Daar allemaal tussendoor. Goed zo. Ja, dit gaat lekker. Zolang we deze pit inhouden, dan moet het vast goed gaan komen. Ik merk ook al dat we nu... ja, we komen nu echt wel in de woestijn ook terecht. En we zijn ook al niet meer bij de stad. Dat is alleen maar mooi. Want dan kunnen we misschien makkelijker ontsnappen. Kijk, kom op. 4 uitlaatjes, trouwens hoek onder. Er is trouwens al best wel wat politie, dus hier. Vangen! Boom! Oh. We crashen zelf ook, dat is niet goed. Dat is gewoon karma, denk ik. Oh, niet in het water. Oké, of langs het water, dat kan ook, maar niet in het water, AUB. Kijk, het is hier gelijk ook schoon. Alleen, oh, we moeten niet in het water komen, want dan hebben we echt een probleem. Hier. Wat als we nou hier langs gaan? Kom op. Een beetje avonturier zijn, hè? Een beetje via de bossen, via de landweggetjes. Misschien kunnen dan de helikopters ons zo... Oh, dat is een tijger. Oké. De auto's kunnen ons niet goed volgen. Dat is alleen maar mooi. Aan de kant! Let's go! Woehoe! Oh, kijk, ik vlieg gewoon letterlijk over zenuw over die politieauto's. Woehoe! Kom op, raak ze kwijt. Oh, daar was er weer eentje. En ze zijn mij kwijt nu trouwens. Oké, als ik me hier verstop hier... Achter de berg, misschien lukt dat. En ja hoor, ze zijn me kwijt. Dat betekent dat we afscheid van deze auto nemen en een duurdere auto krijgen. We krijgen een politie Audi. Wauw, dit is wel heel gaaf. Een hele mooie Audi R8 van de politie. Ja, ik vind hem tof. Ik vind hem heel gaaf. Hiermee kunnen we vast en zeker wel ook weer ontsnappen. Nu gaat het ook makkelijker worden, hopelijk. Ze zoeken ons nu al. Dat is een goed teken. En dit is één van de duurste politieauto's ter wereld. Hier in GTA 5. Deze kost alleen nog geen miljoen euro. En daar gaan we straks ook naartoe. Naar degene die een miljoen euro kost. Oké, ik zie dat ze hier alweer staan. Ratatatatata. Oké, en hij kan ook geen lekke banden krijgen. Aan de kant. Ik heb haast. Misschien moeten we even van de snelweg af. Want dat gaat de vorige keer ging dat ook niet zo goed. Dus laten we van de snelweg afgaan. Oh, die politieauto. Oh, die ramt mij. Nee, mijn wiel zit vast nu. Mijn wiel zit vast. Kijk dan. Hij remt nu. Mijn wiel. Nee, dit gaat fout. Schiet ze. Oh, en een andere... Oh, oké. Dit gaat helemaal fout. Kunnen jullie ook vangen? Alsjeblieft, vangen! Vangen, jongens! Vangen! Boom! Kunt u ook vangen? 3, 2, boom! En geen politiemacht om aan. De politie zoekt me alweer en dat is alleen maar goed nieuws. Alleen, dit wordt wel spannend, want we moeten natuurlijk wel ergens eventjes ons verstoppen. Want ze hebben ons nu alweer gevonden. Vangen! Boom! Kijk, we kunnen hier ook overheen sprinten. Vangen! Boom! Oh, dit gaat nog best wel lastig. Terwijl ik gewoon een dikke R8 heb. Je zou toch zeggen dat het veel makkelijker zou zijn? Anders gaan we gewoon even in de bergen. Misschien helpt dat. En ja, we vliegen nu best wel heel hoog. En ik zie dat de politiehelikopters achterblijven. Dat is alleen maar goed nieuws.
Dat betekent dat we goed zijn aan het ontsnappen. Hierna hebben we de duurste auto. Kom op alsjeblieft. Red het. En we zijn ze weer kwijt. Dat betekent dat we nu naar de duurste auto ooit gaan. De duurste politieauto. 1 miljoen euro. En ja hoor. Een Nederlandse politieauto. Een Lamborghini om precies te zijn. Wauw. Hoe gaaf is dit? Een Nederlandse politieauto. Kijk dan. Wauw. Oké, dit is wel heel gaaf. Oh, oké. Ik moet misschien iets minder naar de auto kijken. En meer naar de weg. Vangen. Boom. Oké, go. Wegwezen. Stil deze auto. Of stelen. Ik heb hem gewoon verdiend. Nederlandse kentekenplaat trouwens er ook achterop. Ja, ontsnap. De Nederlandse politieauto. Wow. De binnenkant ziet er ook wel heel vet uit. Het is gewoon echt een Lamborghini politie Nederlandse auto. Dat heb ik ook al 3 keer gezegd, maar ik vind het gewoon waanzinnig. Daar gaan we. Let's go. Woehoe. Dit ding gaat trouwens ook best heel snel. Dit ding kost gewoon 1 miljoen euro. En dat snap ik ook wel, want dit ding gaat trouwens ook heel snel. Even kijken hoe snel die wilt. Wow, we zijn zo weer terug in Los Santos, denk ik. Kijk dan. Wow. Dit ding gaat echt heel rap. Gaat hier hoor. Zo, dit ding ziet er ook echt heel mooi uit. Hij ziet er echt heel mooi uit. Woehoe! Jongens, dit is toch makkelijk ontsnappen zo. Ze hebben geen schijf van kans, jongen, deze Lamborghini. En als we er tegen de richting in gaan dan? Oh, dat ging fout. Maar tegen de richting in. Let's go! En volgens mij kan deze ook nog over de auto's heen springen. Oh, yo, dit ding is gaaf. Hij kan gewoon vliegen, dit ding. What the heck? Dit is echt bizar. Dit ding kan gewoon vliegen. En we zijn de politie alweer kwijtgeraakt. En, we vliegen gewoon. Dit is heel gaaf. Oh. Ik heb geen grip meer. Nee. Hij rolt in het water. Nee. Oh. Dat is wel zonde. Maar goed. Abonneer, like en klik snel op even deze 2 video's. Want die gaan zo meteen verdwijnen binnen 3, 2, 1.